Fijn, tenminste een zaal die antwoordt. Het is dus tenminste niet zoals op de televisie, hè, waar je alleen maar beeld hebt. Hier heb je tenminste ook geluid. En jullie weten, in het Oude Testament is er een kleine profeet met een heel groot verlangen die ook geluid kreeg. Namelijk, antwoord van de Heere God. We hebben de laatste twee keer, drie keer, hebben we gekeken naar Habakkuk. Jullie weten, die man die enorm worstelde met het feit dat hij zoveel onrecht om zich heen zag. Met het feit dat hij zei van Heere God, waar moet dat heen met deze wereld? Waar moet dat heen met Israël? Waar moet dat heen met ons sociale systeem op dit moment, heren God? Er is zoveel onrecht. En uw woord, Heer, wordt als het ware met de voet weggeknikkerd. Er is zoveel huichelij. En het recht komt niet tevoorschijn. En we hebben dan gezien in hoofdstuk. Hoe Habakkuk dan gaat staan op de wachttoren, want hij heeft namelijk opeens van God gehoord dat God de Babyloniërs gaat sturen om dat kleine volk Israël te tuchtigen. En ik heb het toen uit de doeken gedaan dat dat geen kleine stok was waarmee God ging slaan. Het was een enorm dikke stok. Zo dik dat Habakkuk vroeg van Mawaagaf: Zijn die Babyloniërs dan beter dan die Israëlieten? Zeker niet. Waarom hij nu die grote, grote vis? Om dat kleine, kleine visje Israël op te eten. Heer, hoe is dit mogelijk? Ik bid, laat dat onrecht ophoren en u stuurt een volk wat nog meer onrecht doet. En dan antwoordt God hem. U herinnert zich misschien nog die vijf wees in hoofdstuk 2, waar Habakkuk dan het oordeel uitspreekt over de ongerechtigheid, niet alleen over Babylonië, maar over alle ongerechtigheid. En dan opeens wordt hij stil. Dan opeens. Gaat het verder en, 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 en spreekt Habakkuk een loflied uit. Maar eerst is het even nog stil. Je weet die laatste woorden van hoofdstuk 2. Zwijg, oftewel zoals in het Hebreeuws staat, psst, even stil zijn. En dan gaat de profeet verder in hoofdstuk 3. Ik ga dat met u lezen. en Ik lees dat vooruit de MBG 51 van uh, vorig millennium. Als u een andere vertaling hebt, zullen u hier en daar... Iets anders lezen. Moeten zich geen zorgen maken. En niet dat je denkt, Goh, wat heb ik weer een slechte bijbel bij me. Nee hoor, dat hoofdstuk is enorm moeilijk te vertalen. Het is een van de moeilijkste hoofdstukken om te vertalen uit het Hebreeuws. Niet omdat uh, alleen de woorden zo onbekend zijn, maar ook omdat ze vaak zo dubbelzinnig zijn. Net zoals bij ons ook dat vaak het geval is. Een bank, bedoel je dan een geldhuis of bedoel je iets om op te zitten? Zo is ook dat hoofdstuk nogal moeilijk te vertalen en... Als u dat vergelijkt in meerdere vertalingen, dan kan dat juist rijkdom geven. Dan ziet u die verschillende perspectieven die in die tekst naar voren komen. Ik lees hem voor uit de MBG: Het gebed van Habakuk, de profeet. Op zich nolot. Heren, ik heb de tijding aangaande u vernomen. Ik ben, heren, met vrezen voor uw werk vervuld. Roep het in het leven in de loop der jaren. Maak het openbaar. In de loop der jaren, gedenk in de toren aan ontfermen. God komt van Teman en de heilige van het gebergte Paran, Selah. Zijn majesteit bedekt de hemelen en de aarde is vol van zijn lof. Er is een glans als van zonlicht. Lichtstralen heeft hij aan zijn zijde en daar is het omhulsel zijner kracht. Voor hem uit gaat de pest en koortsgloed volgt hem op de voet. Hij staat. En doet de aarde schudden. Hij ziet rond en doet de volken van schrik opspringen. De aloude bergen liggen verpletterd. De eeuwige heuvelen zinken ineen. De eeuwenoude wegen zijn zijne. Ik zie de tenten van Kusan onder druk. De tentkleden van het land van Midian sidderen. Is tegen de rivieren, Oheren, Heere, is tegen de rivieren uw toorn ontbrand? Of tegen de zee uw verborgenheid? Dat gij rijdt op uw paarden, op uw zegewagens? Reeds is uw boog ontbloot. Gij hebt u voorzien van pijlen in overvloed, Cela. Gij splijt de aarde tot rivieren en de bergen zien u, zij beven. Stromen van water trekken voorbij. De watervloed verheft zijn stem. Hij strekt zijn handen omhoog. De zon, de maan, treedt terug in haar woning. Wegens het licht van die voortstelende pijlen, wegens de glans uwer bliksemende speer. In gramschap doorschrijdt gij de aarde. In toren door scheide volken. Gij treedt uit tot redding van uw volk, tot redding van uw gezalfde. Gij verbrijzelt het bovenste van des Goddelozen huis en ontbloot het fundament tot de laatste steen, Sela. Gij doorsteekt met zijn eigen pijlen het hoofd zijn er krijgslieden die aanstormen om mij te verstrooien met een gejuich alsof zij de ellendingen in een schuilhoek verslonden. Gij betreedt maar die padende zee, de schuimende vloed der grote wateren. Toen ik het hoorde, beefde mijn binnenste. Op het gerucht daarvan sidderde mijn lippen. Bederf kwam in mijn gebeente, en ik beefde op de plaats waar ik stond. Toch zal ik rustig afwachten, de dag der benauwdheid, wanneer die aanbreken zal voor het volk, dat met be benden ons aanvalt. Als zou de vijgenbloem niet bloe bloeien. En er geen opbrengst aan de wijnstok zijn. De vrucht van de olijfboom teleurstellen. Al zouden de akkers geen spijs opleveren. De schapen uit de kooi verdreven zijn. En er geen runderen in de stallingen zijn. Nochtans zal ik juichen in de heren. Jubelen in de God van mijn heil. De Heere Heere is mijn kracht. Hij maakt mijn voeten als die der hinden, Hij doet mijn treden op mijn hoogten. Voor de koorleider met spel tot zover het woord van God. Ik heb je al de vorige keer uit de doeken gedaan dat Habakkuk begint met een soort van vraagteken en eindigt met een uitroepteken. Hij begint in een heel diep dal, in een diep dal, in een diepe put. Hij ziet er niet meer zitten, maar hij eindigt op een hele hoge berg, bij wijze van spreken. Hij begint met een worsteling. Met een vraag van: Heer, hoe zit dat nu? Hoe, hoe werkt dat nu? Dat, dat geloof dat ik hier op aarde heb, dat geloof in u. Maar hij eindigt met een geloosblijdenis. die prachtig is, die trouwens ook eigenlijk een, een, een soort van overwinningslied is. Het woord hier wat staat met het gebed van de profeet is inderdaad waar, maar daarachter staat iets wat in uw Bijbel niet vertaald is. Tenminste, in mijn Bijbel is het niet vertaald, namelijk Shich Jonot. Nou, je moet aardig wat hebreeuws kennen om dat te, betekenen, euh, te begrijpen, maar dat betekent eigenlijk met gevoelens. Dat is een lied wat je niet gewoon staal moet zingen. Nee, dat is een lied waar je hart tekeer gaat. Waar je echt zoiets hebt van: Heer, hoe zit dat? En ik heb dat geprobeerd duidelijk te maken in het voorlezen. Dat is een lied waar hoogte en diepte in zitten. En dat is een lied wat Habakkuk zelfs op het einde aan de koorleider, koorleider aanbiedt: waar hij zegt: Speel er maar snarenspel bij. Het is een lied wat gezongen moet worden en wat in de harten van de mensen die dat zingen plaats moet nemen. Een van de dingen die enorm opvalt is Habakkuks ontzag hier voor God. Ik heb u de afgelopen keren al vaker erop gewezen dat Habakkuk een, een, een gelovige is die het enorm goed doet. Namelijk, hij, hij blijft niet met zijn vragen zitten als een soort van Hindoeïst. Nee, hij brengt die vragen tot God en vraagt: Heer waarom? Hij stelt waarom vragen en dat is heel goed. Als je in moeilijke problemen zit, niet alleen maar in je eigen leven, maar ook in de situatie rondom u, mag je rustig die waarom vragen naar de hemel afvuren. Dat doet de Heer Jezus ook. Dat toont dat je een relatie met God hebt. Dat je ja, zegt van: God, weet ik, ik beleef hier van alles, maar hoe ziet u dat? Hoe moet ik dat zien daardoor? Maar hij doet dat met ontzag. Habakkuk kent God niet alleen maar als de liefdevolle God, maar ook als de God die rechtvaardig is. Hij weet God kan vreselijk lief zijn, maar God kan ook vreselijk rechtvaardig zijn. En hij weet dat die rechtvaardigheid van God samen gaat met die liefde. En ondanks de nood die er straks zal aankomen, want die moet denken dat God tegen Habakuk heeft gezegd van denk dan ik ga de Babyloniers sturen. Dat zal zeker gebeuren trouwens hè? Maar dat betekent voor Habakuk dat hij dat misschien nog zal meemaken. Want dat zou misschien helemaal zo lang niet meer kunnen duren. Want het Noorderrijk, het tienstammerrijk, Israël was al weggevoerd door de Assyriërs. En dat kleine Zuiderrijk, Juda, waar Habakkuk was, het tweestammerrijk, zou weldra ook weggevoerd worden. Hij zag het als het ware al aankomen. En toch, ondanks die moeilijkheid, ondanks die worstelingen, heeft hij ontzettend een ontzag voor God... En dan bidt hij zelfs, dat is onvoorstelbaar dat hij dat doet trouwens, voor rechtvaardigheid. Lees nog een keer vers 2 en 3. Heer, ik heb de tijding aangaande u vernomen. Ik ben hier met vrezen voor uw werk vervuld. En dan zegt hij iets heel eigenaardigs. Na na namelijk, roep in het leven in de loop der jaren. Maak het openbaar in de loop der jaren. Hij zegt eigenlijk als het ware: Heer, laat het maar vlug gebeuren. Stuur die Babyloniërs zo snel het kan. Ik kan het niet meer uithouden. Hier. Ken u dat? Dat u soms wel eens in de situaties zit en denkt: van hier, kom spoedig. Kom vandaag. Maranata, hier kom. Dat u in een situatie zit waar u denkt: van kom de Heer maar. Dat u echt het uitzicht, als het ware, alleen maar nog op God wilt hebben. Dat u zegt: van, maak er maar een eind dan, Heer God. Habakkuk doet dat. Hij zegt: van alsjeblieft, laat het maar snel komen. Terwijl hij zelf ook daar de vreselijke, Zaken van zou meemaken. Hij zou niet kort van tevoren sterven ofzo. Hij zou dat echt meemaken. En dan zegt hij toch die prachtige woorden daarna meteen. Gedenk in de toren aan ontferming. Alsjeblieft Heere God, als u dan komt. Hè, en u komt met die Babyloniers. Wil u dan toch uw ontferming laten zien. Alsjeblieft Heer Jezus, als u komt. Kom spoedig. Maar Heer, toont dan toch uw ontferming. Tegenover die mensen die op dat moment heel erg onverwacht u zien. Die zich misschien op de borst slaan en zeggen: Van dat is die persoon die wij doorstoken hebben. Gedenk in de toren aan ontferming. Maar kom snel, dat is wat Habakkuk zich wenst. En dan spreekt hij die woorden uit over hoe God er dan aankomt. Van Theeman en de heilige van Paran. Ik ga het niet allemaal te doeken doen, dat zou bijna een bijbelstudie worden. Daar is, is deze boodschap niet voor gedacht. Maar u ziet wel dat God als het ware beschrijft, dan als die Babyloniërs. Je moet dat eens vergelijken met hoofdstuk 1, waar die Babyloniërs ook kwamen met die paarden en dergelijke. En hier komt God met die paarden. Maar dat is niet hetzelfde hoor. Er zit een verschil van dag en nacht tussen die twee dingen. God die eigenlijk op dezelfde manier Babylon zal. Veroveren zoals Babylon die andere volk zou veroveren. God die zegt, jij hebt dat gedaan en ik zal dat met jou doen. Jij hebt dit met anderen gedaan en wat jij zaait, zou jij oogsten. Ik zou jou op diezelfde manier straffen. Ik zou jou op diezelfde manier tuchtigen. En het interessante is trouwens dat Habakkuk daarbij bij dat lied heel veel parallellen gebruikt uit de psalmen. Maar ook uit het lied van Mozes. Mozes die in Deuteronomium 33, vers 2, vraagt van: Heer, kom. En u ziet datzelfde de dat Habakkuk ook: Heer, kom. En hij, hij sluit daar heel nauw bij aan. We zullen dat nog straks zien op het einde. Hij gebruikt als het ware die aloude woorden die al bekend waren in het volk, en hij citeert dat als het ware. Net zoals de heer Jezus dat doet. In het Nieuw Testament vind je dat heel vaak. Je moet eens kijken, als de Heer iets uitspreekt, dan staat er vaak een voetnoot bij ons bij. Met een tekstverwijzing naar het Oude Testament. Omdat hij als het ware daaruit put, hij gebruikt de taal van de Bijbel. Hij gebruikt de taal van het woord van God. Hij houdt als het ware God zijn eigen woord voor de ogen. En zegt, Heer, u hebt gezegd, de Heer zal komen. God komt van Theman, de heilige van het gebergte Paran, Selah. Staat er dan achter? Zongen woord wat niet vertaald is, maar dat kun je vertalen met pauze of rust. Of eigenlijk betekent het opheffen. Maar wat opgeheven moet worden, weten we nog niet. Of dat het instrument is wat je op dat moment speelt. Weet, God confronteren, instrument omhoog. Of dat uw buurman is die je moet opheffen, dat weten we niet. Of dat uw hart is. In ieder geval, er gebeurt daar iets op dat moment. Dat is een lied wat met bewogenheid wordt gezongen. Een lied met gevoelens. En toch, ondanks dat Habakuk zegt van, Heer laat het nu komen, zie je toch dat hij daar... Ja, hij is daardoor bewogen ook zelf. Kijk eens naar vers 16. Dan zie je namelijk hoe hij, als het ware, bevend op zijn knieën staat. Toen ik dat hoorde, beefde mijn binnenste, en dat niet alleen. Op het gerucht daarvan sidderde mijn lippen, en dat niet alleen. Bederf kwam mijn gebente, en ik beefde op de plaats waar ik stond kunnen zich voorstellen hoe die profeet daar staat. Dat is niet zomaar een klein liedje wat hij spreekt. Hij zit niet meer rustig op zijn stoel. Hij krijgt als het ware de trillingen door zich heen, de zitter van het ontzag van God, maar ook een beetje de angst, want hij, hij ziet het al komen. Hij, hij weet van dadelijk, als die Babyloniërs komen, weet je wat dan gebeurt, dan zijn die akkers woest. Dan zijn de bomen kaal. Dan, ja, dan is er geen graan meer. Hier en daar is misschien nog een grasprietje wat omhoog komt in het land, maar ja, dan heb je het ook wel een beetje gehad. Er is geen eten meer, geen voedsel meer. En als Abba zijn ijskast zou openen, of zijn frigo zoals we dat dan zeggen, hij zou zijn frigo openmaken, dan zou die leeg zijn. Dat zou datgene zijn wat hij hem te wachten zou staan. Je moet het vergelijken dat God op een zegt: van inderdaad, mensen jullie hebben gelijk. Je hebt zo vaak gezegd: van heer, laat de ongerechtigheid uit Roeselaar verdwijnen. En ik ga nu die Fransen sturen. En die Fransen die komen hierheen en die maken die hele, ja, die hele teelt hier waar ik doorheen altijd rijd. Zo mooi, die velden, al die worden woest gemaakt. En u weet, op dat moment bent u afhankelijk van oftewel andere landen die u eten toesturen, oftewel andere steden. Maar u weet, op dat moment groeit hier niks meer: nul. En als u dan niet toevallig connecties hebt met de handel, dan bent u heel ja, hongerig. Dan bent u heel dorstig. Dan weet u, die, die ijskas is leeg. En dan weet u, dat wat God doet, dat heeft aardig wat gevolgen. Er is op dat moment geen suiker meer, wat we maken uit de vijgen. Er is op dat moment geen olijfolie meer. U kunt niet meer braden of bakken. De chroma is op als het ware, de margarine is er niet meer. Op dat moment is er geen wijn meer. U kunt nog drinken uit de put, maar daarin liggen de koeien waarschijnlijk dood. Er is op dat moment geen noem maar op. Alles is afwezig. En u staat daar en u weet: dit gaat God doen, maar het is goed, het is recht. En, en u wordt een beetje bevreesd. Daarom begint Habakkuk ook te sidderen. Dat doet hij niet alleen maar vanuit vrolijkheid, maar ook omdat hij weet: hier gaan vreselijke dingen gebeuren. En hij proeft als het ware de honger. En hij proeft als het ware de dorst. Maar toch, ondanks dat hij die impact beseft, wat Gods oordeel op dat volk zal hebben, ondanks dat hij beseft wat dat ook voor hem persoonlijk betekent, want hij zal er zeker niet aan ontkomen, hij zal het zeker ook meemaken. Het is niet zo dat zijn moestuintje bewaard blijft, nee hoor, dat gaat er ook aan. Toch zegt hij dan zo mooi in vers 18, en dan moet ik even ombladeren. Nochtans zal ik juichen in de Here, jubelen in de God van het heil. Die, die, die woorden nogthans vind je heel vaak bij de psalmen. De psalmist die zo diep zit en opeens zegt, maar toch zal ik. Iemand die echt zijn hoop heeft. Iemand die zegt van, hier vers 17, al zou de vijgenboom niet bloeien, stel je dat voor. Er zou e geen opbrengst aan de wijnstokken zijn, de vrucht van de olijfboom teleurstellen. als zouden de akkers geen spijs opleveren, de schapen uit de kooi verdreven zijn en er geen runder in de stal zijn. Nochtans zal ik juichen in de Heer. Jubelen in de God van mijn heil. Jubelen, enthousiast zijn in de God van mijn redding. Ik vraag me wel eens af of ik dat zou kunnen zeggen in zo'n situatie. En ik denk dat u zich dat ook wel afvraagt. Zou ik dat nog kunnen zeggen als ik bid van Heer: geef recht, geef het zo snel mogelijk, dood de ongerechtigheid om me heen, laat het kwaad niet nog meer. Gebied winnen, hier grijp in. En God zou dat zeggen, zou u dan zeggen van wauw, laat ik maar juichen voor wat hij hier gaat doen. Ik weet eigenlijk leid ik zelf honger, maar laat ik maar juichen. Want dat honger wat ik heb is minder erg. Want dat verlangen naar rechtvaardigheid is dan op dat moment gestild en dat is voor mij belangrijker. Zalig diegenen die verlangen naar recht, want ze zullen kinderen van God genoemd worden, zegt hij. Jezus in de bergrede. Zalig de vredestichters, want ze zullen God zien. Maar wat ik weet, straks, als dan dat land helemaal door is, op dat moment, ja, weet hij toch, God is nabij. God is er nog steeds. God is daar niet afwezig. God heeft ons niet beloofd dat ons op deze aarde geen kwaad zal overkomen. Dat heeft hij niet gezegd. Hij doet alles voor de zinnet ten goede, staat in Romeinen 8, vers 28. En dan gaat het Vader, wat zal ons kunnen scheiden van God? Het zwaard, de honger, de dorst, al die dingen kunnen op je afkomen. Maar hij doet alles voor ons ten goede. God heeft ons geen verzekering als het ware aangeboden. Sommigen zien dat wel eens als een soort verzekering. Als je in God gelooft, dan gebeurt er nog niks slechts meer in je leven. En ik denk dat iedereen hier in de zaal kan zeggen dat dat niet waar is. Als je in God gelooft, gebeurt er nog altijd negatieve dingen in je leven. Maar je gaat er anders mee om. Je hebt een ander perspectief. Je ziet de vijgenboom die niet bloeit. Je ziet de olijfboom die absoluut geen vrucht draagt. En je weet dat vanavond is het braden ten einde. En ik moet maar zorgen dat ik iets water krijg om een beetje te drinken. Maar toch weet je, ik hou vast aan God, want in die moeilijkheden weet ik dat Hij nabij is. In die moeilijkheden weet ik dat de ellende verdwijnt als mijn God op dat moment echt verschijnt. En dan zeg je, de Heer blijft mijn kracht. De Heer is mijn kracht. We zeggen dat tot elkaar als je in hele moeilijke situaties bent. En ik hoor dat wens van mensen als ik hier en daar in gemeente spreek. Dan denk ik van, hoe houden ze het vol? En dan hoor ik altijd die woorden, de Heer is mijn kracht. Uit hem put ik mijn, mijn kracht, mijn power als het ware. Hij laat mij op. En dat zegt Habakkuk ook in vers 19. De Heer is mijn kracht. Hij maakt mijn voeten als die daarheen doen. Hij doet mijn treden op mijn hoogte. Uit de Heer put ik mijn kracht. Trouwens, op dezelfde manier eindigt ook Mozes zijn lied. In Deuteronomium 33, vers 20. Op dezelfde manier zegt Mozes: De Heer is mijn kracht. Heel interessant dat men elkaar te vergelijken is die Habakkuk 3-passages en die Deuteronomium 33-passages. Maar ja, we blijft de bron. Het kan altijd tegenvallen. Er kan om je heen komen. Daar zijn we niet blij mee. Ik zal er niet meer lachen. Echt niet. Je kunt je werk verliezen. Al veel tegenslag kun je krijgen in je leven. Maar toch, Habakkuk weet: de Heer is mijn kracht. En daardoor blijf ik overeind. Daardoor ja, blijf ik staan als het ware. En hij maakt mijn voeten als die daar hinden. Dat klinkt een beetje raar. Maar je moet je voorstellen: die herten, die hinden, die voeten die waren vrij snel om de vijand te ontlopen. Dat is wat Habakkuk verlangt. Dat hij als het ware die vijand. ...kan ontlopen, want hij weet dat ondanks dat dat oordeel komt... ...de rechtvaardige door geloof zal leven. Habakkuk 2, vers 4, die tekst die drie keer in het Nieuw Testament wordt aangehaald. De rechtvaardige die op dat moment weet, ondanks wat er om mij heen gebeurt... ...ik blijf vertrouwen op God. En dat zorgt ervoor dat ik vandaag zo kan leven. Dat is niet alleen maar aan het begin van je geloof, maar je hele leven lang... Zullen wij op die manier leven? Op die manier zullen wij gekenmerkt worden als rechtvaardige mensen hier? Mensen die recht zijn gesproken in het bloed van Christus, maar die door dat geloof in God blijven leven. Ondanks wat de uiterlijkheden zijn, dat toch vasthouden en weten, Hij is mijn kracht, Hij is de rots waarop ik sta. En dan eindigt Habakuk zijn betoog, zijn boek om het aan te bieden aan de co-leider met snarenspel. Ik, Ik vind het altijd heel interessant als we liederen zingen, om eens te kijken wanneer zijn die nu geschreven. Wie heeft dat nu eigenlijk in welke situatie geschreven? En soms dat is het heel interessant. Moet je maar eens kijken op internet, dan vind je aardig wat gegevens over de opwekkingsliederen. In welke tijd en door wie ze werden geschreven. En wat die persoon daarbij toen dacht of voelde. Dat maakt altijd heel veel uit als je dan zo'n lied zingt. Als je habakuk situatie kent en wij dadelijk lied 332 gaan zingen uit de witte blaadjes, dan, dan beseft hij veel meer wat dat lied opeens betekent. En dan ziet hij ook veel meer de diepgang van zo'n lied. Zo dus is bij Habakkuk ook. Hij zegt, alsjeblieft mensen, vergeet niet wat ik zeg. Dadelijk komen die Babyloniërs en Israël zal verwoest zijn, maar God zal ingrijpen, maar dat betekent niet punt. Dat betekent niet dat je mij zomaar mag vergeten. Want diezelfde ongerechtigheid zal nog vaker in de toekomst zichtbaar zijn. En zelfs in het Nieuwe Testament zullen er nog altijd mensen zijn die zullen vragen van Heer, u wil geschieden op aarde. En dat vragen ze dan niet zomaar, maar ze willen graag dat dat wat in de hemel gebeurt ook op aarde gebeurt. Ook in het Nieuwe Testament zullen wij de Heer Jezus ontmoeten die huilt. En die zegt, Jeruzalem, hoe vaak heb ik jou niet willen vergaren? Maar je hebt niet gewild. We vinden Paulus, die bid, die huilt. In Romeinen, 9. Die... Worstelingen zullen blijven. Habakuk is daardoor een, een, een tijdloos boek eigenlijk. De ik zo dat er geen jaartal bij staat. Het is een boek wat de Heilige Geest ons als het ware aanbiedt... ...en waar hij zegt van, alsjeblieft mensen, herinner je dit. En zing het maar. Geef hem maar een decorleider, zodat dat wordt gezongen in de tempel. En dan doe er maar een beetje snarenspel bij, want anders is het zo negatief. Nee, laat hem een beetje bijtokkelen. Dat de tenminste weten dat ondanks die moeilijkheid waar wij over zingen... Een vreugde is. In God. En op die manier klimt die kleine profeet, klein, hij was best wel groot hoor, klimt hij op uit die put en staat hij op die bergtop. En hoe ging het verder met Habakkuk? Dat zegt het boek niet. Maar de Babyloniërs kwamen inderdaad. Koning Joachim, die in die tijd leefde, deed niks met Habakkuks boodschap. Hij legde het gewoon naast zich neer en zei: Habakkuk, doe jij maar wat jij wilt. Mij interesseerde niet. Joiakim werd afgezet, of hij stierf trouwens. Zijn zoon Joiakim kwam aan de macht. Die werd afgezet door Nebukadnezar en naar Babylon gebracht. Sidakia kwam aan de macht. Hij deed ook niks met die boodschap van Habakkuk. Het ging nog slechter. In 587 voor Christus kwamen die Babyloniërs. Belegerden belegerde Jeruzalem, verwoestden de hele omgeving. Je kunt dat lezen in het boek Klaagliederen: hoe vreselijk dat gebeurt. Ze belederden die stad. En ze stonden daar te wachten, en in die stad was het zelfs zo erg dat vrouwen hun eigen kinderen gingen eten vanwege de hongersnood. Al die dingen gebeurden. De tempel werd verwoest, het paleis werd verwoest, en niks bleef over. En Habakuk, we weten niet wat er met hem gebeurde. Misschien is hij meegegaan in de balingschap. we weten het niet. Maar toch, zijn kracht was in de heren. Er was een man waar we wel één ding van weten: namelijk iemand die diep in zijn hart weest, de rechtvaardige zal door het geloof in God leven. Dat houdt mij staande. Daardoor word ik aangevuurd. En Babylon werd dan uiteindelijk ook. Ja, daar kwam ook het gericht over. Het oordeel kwam ook over Babylon. De Persische koning Cyrus zou Babylon veroveren. En dan had het volk zo'n einde komen. En Gods oordeel, zoals Habakkuk het had gezegd, zou waar worden.